brand. In België is Dijab Abu Jaja uiterst omstreden. Zijn militante moslimbeweging, de Arabische Europese Liga, zet in Antwerpen de rassenverhouding op scherp. En dit weekend presenteerde de AEL de Nederlandse tak. De Arabische leider toert zelf door ons land. Maar een ongekend succes is het nog niet. Hij kreeg bijval, maar ontmoette ook veel skepsis. Zijn confronterende aanpak schrikt veel moslims in Nederland voorlopig af. Kijkt u naar een bijdrage van Karel van den Berg en Jurgen Latijnhouwers. Ze moeten niet snel kijken van hey, hij komt op voor de Palestijnen, hey, hij is een moslim. En dit moslim en de Palestijnen is voor hem alleen een lokmiddel. Dat, en daar vergissen heel veel mensen zich in. Hij komt heel democratisch over naar buiten, maar in zijn achterban hist hij al die jongeren op. En daar is hij niet zo democratisch. Als wij het probleem met Nederlanders hebben, dan kunnen wij het altijd persoonlijk hier als Marokkanen oplossen. En we hebben hier verschillende mensen die hun best doen, waaronder kunstenaars, artiesten, muzikant, leraren en iedereen. Dus wij kunnen altijd ons probleem gaan oplossen. Als Abu Jaja dat probleem kan oplossen, dan had hij wel zijn huiswerk thuis gedaan in België bijvoorbeeld. Natuurlijk, die mensen zien de AEL niet zitten en zitten te panikeren en zeggen van onze partij is open voor moslims, de VVD is open voor moslims. Ja? We weten voor welke soort moslims de VVD open is. Ja? Het gezicht van de Arabisch-Europese Liga op campagne in Nederland. Vooral aan het charisma en debatteertalent van Dijab Abu Jaja dankt de AEL in België immers haar populariteit onder militante moslimjongeren. Die stoel is voor jou, Dijab. Ja. Aangelokt door dat Belgische succes met het radicale gedachtegoed, presenteerde de Nederlandse tak van de AEL in oprichting zich gisteren in Utrecht. Persoonlijke redenen om ons in te zetten voor de oprichting van een AEL in Nederland zijn de volgende. In de eerste plaats de hetze die er al geruime tijd wordt gevoerd tegen alles wat Arabisch en islamitisch is. Die Nederlandse leider met het broodnodige charisma is inderdaad nog niet gevonden. Maar daarop wil de AEL niet wachten met radicale uitspraken. Neem nou de voorspelde oorlog tegen Irak. Ons standpunt is in ieder geval dat wij liever Amerikanen in plastic zak richting Washington zien gaan. Liever dan wat? Liever dan dat zij daar de baas mogen spelen. En een plastic zak plus een bodybag. Juist. De indruk dat ik heb is dat de zaken hier bijvoorbeeld zeer scherp zijn gesteld wat betreft de criminalisering van de islam. Dat er eigenlijk zeer scherpe aanvallen tegen onze godsdienst hier worden gemaakt. Meer dan maar, in België? Meer dan in België heb ik de indruk, maar tegelijkertijd dat de sociaal-economische positie misschien beter dan in België is. Er zijn te timide geweest en er is een vreselijke hetze gevoerd tegen de islam afgelopen jaar. En we hebben daar te weinig onze mensen gezien die daar weer werk tegen bouwen. En we aspireren om dat toch beter te doen, inshallah. Toch kan de AEL Nederland zich nog niet rijk rekenen. Er zijn twijfels, weerstanden, ook in moslimkringen. Neem deze Berbers, of beter imazigen. Marokkaanse moslims die zich laten voorstaan op hun Berber-identiteit. Ze zijn allergisch voor alles wat zich Arabisch noemt, zeker voor de Arabisch-Europese Liga. Afgelopen zaterdag waarschuwen ze Utrecht alvast voor de komst van de AEL en Abu Jaja. Wij zijn van MSN Netwerk. AL die komt morgen hier, Abu Jaja. En wat zei het probleem met hem zijn dat hij ons niet erkent. Net als in Marokko, problemen, onderdrukking. En wij moeten laten zien dat wij dat niet bij laten zitten, dat we niet accepteren. De Arabisch-Europese Liga die willen dat er een partij komt die de Arabieren vertegenwoordigt. We zijn niet Arabisch dan of zo. Europa, wat houdt dat nou in? Als je niet van Arabieren houdt, hou je ook niet van mij. We zeggen moslim, we zijn landverraaiers. En komt er iemand op, zo'n figuur, zo'n populistisch figuur, ja, dan is het begrijpelijk dat die jongens eindelijk iemand vinden die, waarvan ze denken, hey, die luisteren naar ons, ja, die verkondigen onze eigen ideeën. Dus ik kan dat wel begrijpen. Maar dan krijg je dus nog meer de afstand tussen zeg maar Nederlanders en die Marokkanen wordt nog groter op die manier. Ja.
Ik ben zelf een Berber en de Berbers hier in Nederland, er zijn bepaalde groepen die streven naar culturele rechten en dat soort dingen. Wij gaan nog verder. Ik ben zelf Berber. Wij gaan zo ver dat wij autonomie voor de Berbers in Marokko in vooruitzicht stellen, als ze dat zelf willen. Dus ik begrijp het eigenlijk niet. Ik begrijp niet wat. U begrijpt niet waar ze zich druk om maken. Ik begrijp niet wat het probleem is. Nee. Etnische verdeeldheid binnen de moslimgemeenschap is maar één hindernis die de AEL in Nederland heeft te nemen. Als het gaat om wonen, werken en onderwijs staan de Nederlandse moslims er beter voor dan zijn Belgische aanhang, constateert Abu Jaja. Dus is het thema criminalisering van de islam hier tot speerpunt in de strijd verheven. Want een moslim is zonder niets te zeggen is gevaarlijk. Een moslim is gevaarlijk. Maar een moslim die een mening heeft, dat is een absoluut gevaar. Dat is een gevaar voor niet alleen dit land, maar voor de mensheid. Een moslim die een mening heeft. Nog enkele punten waarmee de AEL in Nederland misschien de handen op elkaar krijgt. Scholieren moeten Arabisch en Turks als examenvak kunnen kiezen. Islamitische feestdagen worden nationale feestdagen. De Zionistische staat Israël moet worden ontmanteld. Maar of ze het inhoudelijk eens zijn of niet, veel Nederlandse moslims twijfelen vooral over de militante aanpak van Abu Jaja. De imazigen voor de deur betogen niet alleen vanwege hun Berber-identiteit tegen de Arabisch-Europese Liga. Wij hebben het sowieso veel beter dan in België. En hij moet het niet hier komen veroorzaken en al die jongeren ronselen met de naam de islam. En uiteindelijk hier ook rellen gaan veroorzaken en nog een slechtere naam voor ons veroorzaken dan we waarschijnlijk nu hebben. Wat ik wil is gewoon bruggen bouwen. Waar wil jij mee bezig? Waarom zo radicaal? Waarom altijd je radicaal? Heb je gehoord, meneer? Ja. Waarom interpreteer jij de islam zo radicaal? Waarom Arabische Economische Liga? Waarom Arabisch? Je hebt het op Belg. Waarom zo reactief? Waarom? LPF is ook reactief. Jij bent ook reactief. Meneer, mag ik even het woord? Ik zou het kunnen zeggen. Wij vinden het heel erg belangrijk dat er interactie is. De Nederlandse tak van de AEL wil in 2006 meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Rond de Veiligheidsraad is een felle diplomatieke strijd ontbrand. De Russen zijn aan een groot offensief begonnen om tegen